we staan hier eigenlijk met een groep mensen die komen van het klimaatactiekamp dat deze week heeft plaatsgevonden in Antwerpen. Om aan te kaarten dat Albert Heijn eigenlijk bezig is met consumentenbedrog. Zij zijn betrokken in een ronde tafel voor verantwoorde soja. Dat is eigenlijk een soort multi-stakeholders proces. Waarbij dat we na een proces van 5 jaar zien dat er een label of eigenlijk een certificaat zal uitgegeven worden om genetisch gemodificeerde soja als verantwoord te labelen. En alle vlees- en zuivelproducten die hier in de schappen liggen, die bevatten via het veevoeder die gifsoja of die genetisch gemodificeerde soja. En dat willen we hier aankaarten. Aangezien dat Albert Heijn hun klanten daar eigenlijk niet over informeert, staan wij hier met deze groep mensen om de klanten te informeren dat die gifsoja via het veevoeder in de vlees- en zuivelwaren verwerkt zijn. Hey, dus minder vlees eten is sowieso een mogelijkheid, maar ook als je wel vlees koopt, in voor biologisch vlees mag in principe geen GGO-soja zitten en kan het al niet. En wordt die in soja bijvoorbeeld al niet bespoten. Ik kan nog altijd wel van Latijns-Amerika komen, maar dan is hij in principe niet bespoten. Hier is een flyertje over. Daar zullen we eens vlees gaan kopen. Ja. De actie verloopt heel rustig. Er is best veel interactie met de klanten die komen. Van het bedrijf zelf doen ze af en toe een beetje moeilijk, maar ze weten ook wel dat ze in een slechte positie staan, denk ik. Hier commentaar te geven. Oké. En u, mevrouw? Wij vragen eigenlijk Albert Heijn om niet op die manier een duurzaamheidsbeleid te voeren, maar naar echte oplossingen te kijken. Ja. Nee, oké, merci. Ik hoop eigenlijk vooral dat de consument zich ook bewust wordt van het feit dat voor die vlees- en zuivelproductie, die op grote schaal plaatsvindt, dat daar die soja voor nodig is. Die gifsoja, die heel schadelijk is voor zowel mensen hier als daar. Dus dat mensen zich beginnen beseffen dat het beter is om minder vlees en zuivel te consumeren. Het label verantwoorde soja. Dat is eigenlijk een proces dat een vijftal jaar geleden geïnitieerd is door het Wereld Natuurfonds. De criteria die aanvankelijk op tafel lagen, die waren vrij sterk. Maar naarmate van tijd, omdat ook bedrijven als Monsanto, Unilever en eigenlijk alle grote bedrijfsspelers in die gesprekken betrokken zijn, zijn die criteria beginnen afzwakken. Waardoor dat we nu tot een situatie komen dat genetisch gemodificeerde soja als verantwoord zal gecertificeerd worden. Maar ook soja die afkomstig is van ontboste gebieden voor 2008.